zie ik als een toenemende samenwerking van mensen wereldwijd. En vroeger zaten we allemaal in onze eigen dorp, onze eigen stad, in ons eigen land, ook samen te werken met elkaar. Maar nu zie je dus dat die samenwerking echt zich uitbreidt over de hele wereldbol. Nou, als China Social Trend Watcher hou ik de sociale media en de digitale ontwikkelingen heel goed in de gaten. En waar ik echt energie van krijg is hoe je ziet dat in de Chinese steden, maar ook op het platteland, digitalisering het leven eigenlijk steeds beter maakt voor mensen. En dat mensen daardoor ook met heel veel positiviteit naar de toekomst kijken. What I'm looking forward to the most in terms of innovation within the field is really the idea that we can decarbonize the advertising and media sector in the next few years. Nou, hopelijk in mijn talk heb ik laten zien, zeg maar, dat er nu al heel mooie voorbeelden zijn als het gaat over sustainability, als het gaat over digitale wereld, dat het ook een echte wereld gaat zijn en dat inclusiviteit echt heel belangrijk gaat worden, of is eigenlijk al. Dus ik hoop dat ik over 5 jaar kan vertellen, inderdaad, wat toen nog klein was, nu heel groot gaat zijn, zodat het bij kan dragen aan een betere wereld voor mensen en planeet. Wat voor mij de toekomst geweldig maakt, is dat het dus nog niet vaststaat. Dus dat er nog heel erg veel mogelijk is en dat wij dat juist kunnen gaan ontdekken. De innovatie waar ik heel erg naar uitkijk, is dat we ook kunnen nadenken over andere manieren waarop het lichaam kunnen voeden. Dus dat we heel erg misschien wel het optimaal voeden van het lichaam kunnen loskoppelen van de sensorische beleving. Dus het genot en het plezier en de smaak van eten. En die dus eigenlijk daarna weer toevoegen door de kennis die we bijvoorbeeld daarvan hebben. Dus van het genot van eten.